Goedemorgen, het is vandaag 6 november 2022. En op de achtergrond hoor je gezellig wat kindjes kletsen en spelen. En daar is niks mis mee. Ik heb dat vaker mogen zeggen in een preek. Laat de kinderen tot je komen. En dat is ook wat de Heer Jezus tegen ons zegt. Vanmorgen hebben we heerlijk aanbeden en gezongen. We hebben de Heer geprijsd. Hè? We prijzen Hem, we aanbidden Hem. En dan ga je je gedachten, als het goed is, helemaal richten op de Heer Jezus. Of op de Heilige Geest. Of op de Vader. En op een gegeven moment werd er ook een woord gedeeld van laat los. Laat los al het oude. Laat los alles wat je pijn doet. Laat los de haken en ogen. En dan denk je, ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Dat zegt de Heer ook niet. De Heer heeft steeds gezegd, ik heb je geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En zo was ik met de Heer aan het kletsen, terwijl we aan het zingen waren. En op een gegeven moment werd er ook gebeden. Toen zei ik, Heer, ik heb eigenlijk niks om aan de mensen te vertellen. Hij zei, jawel hoor, als jij je mond open doet, zal ik spreken. En niet alleen dat, op een gegeven moment begon ik te kleuren. En ik begon tekst op te schrijven. En op een gegeven moment vroeg de Heer tegen mij, wat is jouw doel in het leven? Ja, om u te dienen. Wat is je wandel? Ik zeg, wandelen met u. Hij zei, hoe wandel je dan? Ik zeg, ja, op twee benen. En welke benen gebruik je dan? En dan heb ik het niet over de lichamelijke benen, maar ik heb het over de geestelijke benen. Gisteren had ik het lastig met mijn lichamelijke benen. En het was moeilijk om op te staan. Tot 3 keer toe moest ik opstaan en 2 keer toe viel ik terug. En dan krijgt je lichaam een enorme knal. Dat is pijnlijk. Maar wat doe je dan? Op de weg terug in de auto heb ik gebeden. Ik zeg, Heer, ik vind het lastig soms om met dit lichaam te wandelen. Maar zegt de Heer, het is soms nog lastiger om met je geestelijke benen te wandelen. De relatiekant en de samenwerkingskant. En ik heb er al eerder een preek over gegeven, terwijl heel lang geleden. Op het moment dat jij niet in balans bent, op het moment dat jij niet kan doen wat God van jou vraagt, omdat je het gewoon niet weet, ben je in onbalans. Als jouw lichaam niet recht staat, krijg je last van je rug. Krijg je last van je ledematen. En ik zeg steeds last. Waarom zeg ik last? Omdat als ik zeg ik heb het, dan wil ik het houden. Maar ik wil het niet houden. Ik heb geen zin om de bagage mee te dragen die ik helemaal niet mee hoef te dragen. Een fiets heeft een bagage dragen. Niets voor niets. Een auto heeft een kofferbak. Niet voor niets. Denk daar eens over na, jongens. We hebben soms geestelijk zoveel te dragen wat niet altijd hoeft. Je mag het aan hem geven. Sterker nog, de Heer zegt, smijt het, werp het naar me toe. Al je zorgen. Ik zeg niet dat het makkelijk is, lieve mensen. Van de week ook hadden we hier bijzondere mooie gesprekken. Amen. En wat vaker hier gebeurt, is dat mensen de moeite mee heeft. People hebben moeite dat ik een voorganger ben. Ik ben vrouw. Sterker nog, vertel ik aan iemand, ik ben een gescheiden vrouw. Deze persoon was heel respectvol, maar ik zag hem wel schrikken. Ik ben een gescheiden vrouw, lieve mensen. Ik ben iemand die eigenlijk in een goot heeft gelegen. Maar als je terugkijkt naar het woord van God. Wie koos hij uit als zijn apostelen? Als zijn discipelen? Niet de farizeeën die alles hadden geleerd en alles wisten en konden schrijven. En och, man, 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 man. En die op de hoek van de straten stonden te schreeuwen. Die koos hij niet uit. Hij koos de hardwerkende mensen uit. Die bij dag en dauw opstonden om vissen te vangen. En zo kiest hij ook jou uit. En de naam van deze preek is. Doel in je leven. Wat is jouw werk? Voor God. En hoe doe je dat dan? En ik schreef eens op. En ik kreeg een paar teksten van de Heer terwijl ze aan het zingen waren. Hij zei, het werk van mij, het werk van de Heer Jezus, die gaan we niet lezen, maar ik geef je wel de tekst. Dat is Matthäus 9, vers 35.
zijn doel, zijn werk, wat hij hier op deze aarde deed. Hij ging rond. Hij stond op en ging erop uit. Hij deed teaching, preaching, healing. Hij gaf onderwijs. Hij predikte en er kwam genezing. Bij wie? Bij iedereen die het horen wil. Als je kijkt naar Paulus. Paulus, zijn doel was toen in zijn hart, dat dacht hij, om alle christenen uit te moorden. Waarom? Moorden, omdat hij dacht dat zij niet goed bezig waren. Want alleen het Joodse geloof was goed. Nee, nee. God is gekomen, de Heer Jezus is gekomen om de oude wet te vervullen. En toen werd Paulus, zijn doel was om de heidenen toe te richten. Om de heidenen te onderwijzen. Om voor de heidenen te bidden. En als er dan ook nog Joden waren, prima. Dan konden de Joden ook hun leven aan Jezus geven. Echt aan Jezus geven. Geloven dat de Heer Jezus was gekomen en opgestaan was uit de dood. Dan het werk van de trooster. De Heilige Geest staat er gewoon in. En dat is een tekst, die wil ik wel even lezen met jullie. En dat is Johannes 16, het evangelie. Johannes 16, vanaf vers 8. Dat ga ik toch even lezen met jullie. Komt-ie. En ik begin altijd eerder, Johannes 16 vanaf vers 5. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Dus het werk van de Vader is ook het zenden van de Heer Jezus. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En dan wordt er verteld wat hij doet. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen. Dus de Heilige Geest overtuigt de wereld. Van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel van zonde. Omdat zij in mij niet geloven. Van gerechtigheid. Omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Maar de Heilige Geest heeft nog meer als doel. De Heilige Geest is als onderpand gegeven. Zodat wij straks de hele erfenis krijgen. En die preek heb ik al eerder mogen geven. Wat is dan die erfenis? Een deel van de erfenis of de hele erfenis? Maar als God nou de vragen aan jou gaat stellen. Wat is jouw doel in het leven? Wat is jouw werk? Straks worden er boeken geopend en nieuwe boeken geopend. Sta jij daar dan ook in? Staat er dan in wat jij mag doen? Ik ben even stil, zodat je even nadenkt. God heeft een doel voor jou. Maar hoe ga ik daar komen? Hoe ga ik dat doen? Je kunt het niet zonder de Heilige Geest. Je kunt het niet als jij niet volledig vertrouwt op de Heer Jezus en je volledig geeft aan Hem. Ik zeg niet dat het makkelijk is. De afgelopen weken voor mij waren heel pittig. Zeer pittig. En niet alleen voor mij. Voor al mijn lieve collega's, broeders en zusters. Die zich inzetten voor het Koninkrijk van God. Maar toch ga je door. Toch voel je dat laatste sprankje hoop. Dat laatste sprankje kracht. Gistermiddag zit ik hijgend in de auto van, ik heb het weer gered. Maar toen was er nog auto rijden. En mijn been deed zeer. En dan vertrouw ik op de Heer. Dat Hij mij veilig thuis leidt. En dat deed Hij. En dan kom je thuis. En dan ben je er nog niet. Dan moet je eerst nog uit die auto. Dan moet je eerst nog bijkomen. En ik wilde eigenlijk heel graag naar een preesavond. Maar de Heer zei, nee, jij moet even rust nemen. Jij moet in balans zijn. Maar Heer, ik kan toch voor u uitgaan, ik kan toch rennen, ik kan toch vliegen. Ik had toch eigenlijk gezegd dat ik wel wilde gaan. Daar gaat het toch niet om. Op het moment dat jij niet in balans was, ik was gisteren even niet in balans. Lichamelijk niet en geestelijk niet. Lichamelijk moest ik luisteren, want mijn lichaam zei gewoon, ik stop er even mee. En geestelijk moest ik mijn hoofd even kleren. Even helemaal leegmaken. En toen opende ik de Bijbel en toen kreeg ik Habakkuk. En ik daag je uit om die Bijbel, dat kleine Bijbelboekje,
te gaan lezen. En Habakkuk zegt ook, nou Heer, het is onrechtvaardig wat me allemaal overkomt. En dit en dat en dit en dat. Maar dan zegt de Heer op het laatst. Zij denken maar dat ze kunnen doen wat ze willen. Maar op een gegeven moment is het klaar. Lieve, lieve mensen. De wandel met Heer Jezus Christus. Wees doelgericht. Laat het oude achter je. Misschien ben je al zit op de bank en dan denk je, ik voel me de grootste zondaar van de hele wereld. Lieve mensen, zijn we ook gevoeld. Ik dacht ook, ik heb zoveel fouten gemaakt. Wat ben ik stom bezig geweest. Maar dan heb je daar de Heer Jezus. Dan komt Hij daar met zijn vergeving. Maar accepteer je die vergeving al? Zet je al je troep in bagagerek. Sterker nog, gooi je al die troep weg. Niet al die troep meenemen. Ik heb het jarenlang in de kofferbak bewaard. Niet doen. Weggooi die troep. Je oude leven is voorbij. Ik zeg het ook tegen mij. I'm preaching the gospel to me. Ik spreek het ook naar mij toe. Laat los. Hier zijn heerlijke kinderen aan het spelen. En weet je wat ze aan het doen zijn? Spelen. Ze denken nergens over na. Ze pakken Lego, ze pakken een fietsje, ze pakken een stepje. En ze zijn aan het genieten. Waarom? Omdat ze zichzelf mogen zijn. En zodra jij jezelf bent, kan jij doen wat God van je vraagt. Want dan denk je niet meer aan het verleden. Dan denk je aan de toekomst. En de toekomst is de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest zal je kracht geven om door te gaan. De Heilige Geest zal je wijsheid geven, kennis, inzicht om door te gaan. En Hij zal je troosten op het moment dat je troost nodig hebt. Dus leg alles neer. Rijk halzend naar Hem uit. Want de hele wereld, en van de week hebben we die tekst opnieuw mogen lezen in Romeinen. De hele wereld kijkt rijkhalzend uit naar de zonen van God. Ik ben daar één van. Heb ik mijn leven perfect gemaakt? Nee. Maar zodra God door de Heer Jezus kijkt, ben ik perfect. Waarom? Omdat Hij mij perfect heeft gemaakt. Maar ik wandel met de Heer. En als iemand nu aan mij vraagt, wat is jouw doel? Om de Heer Jezus groot te maken. Om voorganger te zijn. Om leraar te zijn. Bijbel leren. Om apostel te zijn. In Christus Jezus. En ik kan het volmondig zeggen. En ik sta met beide benen op de grond. En ik wandel zoals de Heer Jezus het aan mij gevraagd heeft. En Hij daagt je uit. Wandel met Hem. En het laatste stukje wat ik wilde geven, dat is in 2 Korinther 12. En mijn oog viel er net op vlak voordat de camera aanging. En toen las ik 2 Korinther 12, het laatste stukje, vers 12. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade des Heren Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. De Heer Jezus wil dat we heilig zijn. De Heer Jezus wil dat we elkaar groeten met de heilige kus. En wat is die heilige kus? Die heilige kus betekent dit, dat je stopt met elkaar de vinger aanwijzen. Dat je stopt met ja, hij wel, zij wel. Dat je stopt met in gedachten te hebben, ja, maar eerst deed hij dat. Hij is ook niet leuk geweest tegen mij. Nee. Heilig betekent meer van de Heer Jezus, minder van jou. En op het moment dat je iemand oprecht een kus geeft, hoeft niet altijd lichamelijk te zijn, het kan ook geestelijk zijn. Dan kijk je oprecht met de ogen van de Heer Jezus naar deze persoon. En dan zie je pas hoe mooi die persoon is, van binnen en van buiten. Ik had van de week een cadeau gevraagd aan de Heer. Ik heb meer gevraagd, niet alles gekregen. En God heeft er een bedoeling mee. Ik vroeg aan de Heer, ik zei tegen mijn dochter, ik zou graag een soort watervalletje willen. En wat staat er vanmorgen op mijn bureau? Een cadeau. Prachtig watervalletje. Hoefde ik niets voor te doen. Ik heb het alleen aan mezelf gezegd. En ik zei tegen mijn dochter. Een water verfrist. Water geeft nieuw leven. Laat jij jezelf ook verfrissen vandaag de dag. Heel veel zegen. Heel veel liefde. En ga op zoek naar het doel in jouw leven. Wat God de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest jou gegeven heeft. In Jezus' naam. Amen. Amen. Amen.